degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Denk na bij wat je doet en wat je zegt, want degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Denk na. Ja, het boeit me wat en het doet me wat. Ik bekijk het van de andere kant. Je wil niet naar je werk, want mensen doen para. De neergeslagen popo was de vader van Tamara. De brandweerman wil de brand blussen. Geen gezeik, geen tijd om rustig. Denk na, het is top wat die mensen doen. Wat ga je doen als ze door jou dat werk niet meer willen doen? Maak de weg vrij, speel niet met vuur. Die 10 minuten zijn dan erg duur. Denk na bij wat je doet en wat je zegt, want degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Denk na bij wat je doet en wat je zegt, want degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Ik moet mijn emoties niet de baas laten zijn, moet me inhouden, al doet die shit pijn. Mijn homie ligt te sterven en de hulp duurt lang. Ambulance onderweg, een minuut lijkt wel een uur. En die 10 minuten zijn dan duur, mijn emoties zijn puur. Op dat moment moet ik geen obstakel vormen. Denk gewoon aan de waarden en de normen. Maak de weg vrij, speel niet met vuur. Die 10 minuten zijn dan erg duur. Maak de weg vrij, speel niet met vuur. Die 10 minuten zijn dan erg duur. Denk na bij je doet en wat je zegt, want degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Denk na bij wat je doet en wat je zegt, want degene die je helpt en die je redt, is ook een mens. Picture this, jij staat supergroot in de krant. Tijdens een lastig incident was jij de helpende hand. Een moeder kan weer haar kindje in haar armen dragen. Hield de menigte tegen, ze konden zich niet gedragen. Waardoor de hulpverleners hun werk konden afmaken zonder te moeten vrezen voor hun eigen veiligheid. De maatschappij, dat ben ik, de maatschappij, dat ben jij. Wees verantwoord.